Yo, dames en heren, welkom terug bij This is Game World. Vandaag gaan we ons oorlog tegen Milaan verder zetten. Enigste wat we eigenlijk doen voor deze enigste wat we willen krijgen van deze oorlog is deze provincie om dan door te stormen naar Genoa. Fuck. Grotere fuck. Leuke. Oké, deze twee provincies heb ik nodig. Alleen deze provincie kan ik nog naar waarom gaan en dan gewoon doorstromen. Is mogelijk, even kijken, waar zit. Wat? Hoe? Je weer het kapot te maken. Duizend met wapen. Ik kan heel wat krijgen. Dat is een probleem. Army strength 22, kan ik zo doen. Ja, is het war? Dat is maar tijdelijk. Eens kijken. Hoe goed nog maar extern. Dit gaat zo fucking kut worden. Oh. Hey. Wel, laten we gewoon verder gaan. En ik vergeet geluid aan te zetten. Zo. Dat heel. Moet een andere knop voorzien te vinden. Dan moet je niet elke keer naar hier gaan. Ah, fuck het ook eigenlijk. Is een tering grote coalitie die ik ga krijgen. Het zingt hier. Oh. Hoeveel is dit zelf van een Caspix P? Een 14? Hier, wat? Dit is toch niet normaal, jongen. Een 14. Dat gaat ook heel veel administratief power kosten. Fuck it. Ik kan er wel even in de min komen, maar. Of misschien ook niet. Ja, dan kun je er één genoeg voor. Oh my god, dat is veel. En ik ben een rival kwijt. Ja, dan pak ik Genoa. Dit is wel Frankrijk. En mijn Crest of Expansion is gigantisch hoog. Wel. Ik ken één cheat code waarbij je doe je alle Equest Expansion weg. Die moet ik nog wel gebruiken, want kom op man, is weer de tering aan het wachten. Kan ik hem gewoon aanvallen. Langzaamaan. Tegen hun kan ik toch nog winnen, tegen hun kan ik misschien nog winnen. Ja,
Ja, het gaat echt wel even duren. Ik ga wel pakken een canoe zelfs pakken. Ja. Ik weet niet hoe ik een canoe aan moet pakken. Want ik heb wel fijn dat bondgenoot. Frankrijk is ook wel pittig sterk. En hoe komt ze nou varen met bondgenootschap heeft? Oh. Volgens mij heb ik de vorige aflevering ook al gezegd. Ook Aragorn heeft eer. Dat komt ook goed alleen. 20, dat is 40, 20. Dus ja, dat kan nooit goed komen. Dus pak je maar. En het zou mogelijk moeten zijn, in theorie. Ik heb lekker de kaalte. Maar ik weet het niet, maar ik ken het is niet genoeg. Om nieuw in te recruteren. Kom, pak ons ervoor terug, gaan we wel gewoon hierdoor. Ons ervoor hebben we nog. Ik heb niet weer goed om teringen te wachten. Want in één provincie heb ik al gigantisch veel. Alleen als ik een van hun aanval, een van hun buurlanden normaal gezien. Oh, dat is een bondgenoot. Of jij wel? Ik zou niet normaal. Kijken. Oh, en dat betekent dat niemand die mij gewaarschuwd heeft, oké. Okay. Maar mag ze iemand warnen? Oh, shit. Shit, waar ligt hier ook nog? Wacht, wat? Oeh. Oeh. Oké. Jij. Kom eens voor je. Ik kan het wel proberen. Ja, dat is 30, armor strength. Even kijken. Oh, ik zit zelfs over mijn force limit. Nou ja. Hoeveel was de... 82i? Ah, ja, voor een chunk kun je dat doen. Het is niet iets van Form Dead Nation of zo. Alleen National Decisions eerder. Die zijn ook wel zo leuk om te doen. Wat is dit zelfs? Oeh, ik heb voorzien te worden. En dit moet in de 90. Ja, dat gaat niet rap gebeuren. Geen idee wat daarmee bedoelde. Fuck that. En deze. Fuck ook eigenlijk. Fuck ook maar. Ik hang nu al gewoon vast. Er is nog niks meer dat ik kan doen. Wel, dat is een beetje cheaten, maar... Ja. Ik heb niet veel dat ik anders kan doen.
Ik ga gewoon naar cheatcode kijken. Oké. Europa Universalis is gecrashed. Leuk. Oké, daar zijn we terug. Ja, er is gewoon niet veel wat ik erop kan zeggen. Ja. Hoeveel bondgenoten heb ik? 3 van de 3. En jou kan ik werkelijk laten vallen binnenkort. Er is een jouw bond. Ik denk dat dit wel te doen is. Aragorn hebben het sowieso al niet te doen. Zo laat ik vallen en win. In de tussentijd, ja, ik kom aan cheatcodes op te zoeken. Het kan altijd pas komen. Nu 1 provincie overnemen. Ik zit op een kamer met coalitie. Ik heb ook een gevindelijke opinion. Dus ik kan met de cheatcode zorgen dat ik nu in het groen kom bij Florence. En ook cheatcode dat ik gewoon kan zeggen van hey, Castiel, bondgenoten. Ik ga hem nog wel eens een keer uitchecken. Misschien ga ik het opnemen, misschien ook niet. Fuck jou, je oorlog. Ik krijg gewoon lekker dat het autief is. Hey, is Egypte toch? Wat is Egypte? Neemsnaam hier. Byzantium. Latin Empire. Dat noemt nu lekker gewoon Latin Empire? Oké. Wat? Oh. Nee. Oké, dat weet ik dus. Nee, hem heb ik nodig. Hem heb ik nodig. Oké, volgens mij is er een nieuwe update geweest. Zou kunnen, ja. Schoon. Latin Empire. Dit is toch gewoon de vlag van Byzantium? Of niet, want toen ik deze game startte, ja. Ik ga altijd nog even. Ja, zie je, Athene heeft ook een andere vlag. Toch? Ik denk het wel. Zelfs een andere kleur, als ik me niet vergis. En ook, toen ik de game opstartte. Krijg je bij deze mod altijd dingen te zien. De Roman Empire. Wel, normaal gezien zit die rood. En dat is ongeveer hetzelfde rood als Engeland is. Nu was hij wat paarsachtig. Zelfs een Latin Empire. Dus deze kleur paars. Eigenlijk niet per se, want volgens mij heeft Byzantium in die vakken hier. Hier. Volgens mij heeft Byzantium daar niks in. Maar ik ben niet zeker. En wat heb ik jou nog weer misgedaan? Nou ja, ik wou zeggen, speed zal 1000 weg. Ja, ze zijn al 1000 weg. Die twee gaan speed ook al weg zijn. Jojo. Oeh, dat moet gaan lukken. Ik weet dat ik kan behouden, dus kijk bij ID goed. 43. Pak we deze, krijgen we een extra diplomat. Krijgen we diplomatic relation erbij. Inkomen van Vazal gaat omhoog. Hey, betere economie. Al beter. Ik zeg technologie, maar dat is administratief technologie, ja. Nee. Oh, batterij is bekend plat. Misschien is het land donker, ik weet niet of je dat ziet. Geef me een klein momentje. Oké, unjustified demand, min 10. Oké, even zelf lezen wat dat is.
Wat? Is dat iets makkelijker in de diplomatic screen? Ik hoop het. Kost heb ik het klein. Oh. Nu kost hij 20. Daar is hij min 15%. Oh. Nee, de... Oké, het annexeren van land kost minder. Van Vassal, als ik me niet vergis. Oké. Nu kan ik op jou even een claim maken. Moeten doen ze. Kom maar langs maar dichter. Oh, ja, soms ja, ik zie het een pause. Is hij schuld? Hier ligt hij normaal gezien. Nu heeft hij Corsica en Sardinië. Ik ga gewoon kijken om een verzaal te krijgen. Vind ik dat leuk? Dan heb ik sowieso al backup in de oorlog. En dan krijg ik nog een beetje geld van als het goed zit. Zien we, wacht, 13 punten. Omdat ik 13 meer positieve events heb nodig. En dan is het goed hier. Kijk of ik nog iets kan bouwen, iets handigs. Een beetje nog. Nee, zie je, die heeft al. Dat was het belangrijkste voor mij. Misschien kan ik ook wel voor gaan zitten en is alles een beetje beschermd. Want een mechanic van een fort, hier staat erin, dus als deze provincie is overgenomen door de vijand en ik voorover dat fort, wordt deze provincie automatisch terug heroverd. Dus altijd handig als ik hier ook nog één heb. Dan, heb ik die, dan is deze provincie veiliggesteld en deze provincie of de kust. Hangt vanaf wat je doet. Maar ik denk dat die bij Frankrijk blijven. Dus dan heb ik hier, dan moet ik weer hier. Ja, dan moet ik weer hier of zo inzetten in een van deze twee provincies. Nog 11 punten, ja. Ga met gemak. Even kijken, hè. Armies. Florence. 9k, oké. Okay. Wat? Brabant is een beetje dood. Daar zou ik niet aankomen. Ja, goed bijgewerkt, developers. Deze voet raakt de grond volgens mij nog niet en deze staat gewoon in de grond. Ja, deze game is ook wel... Was er nu een arend?
Is het niet een agent? Dat is een agent, volgens mij. Ik weet niet veel zeggen, maar naar mijn weten zijn er geen agents in Europa. Wel, hier? Wel. What the fuck, Mongol, je bent gewoon... Fuck, je gaat dan doodgaan. Maar ja, dat heb ik ook met de Golden Horde. Dan ben je aan het spelen, ja, kan je beter niet als bondgenoot hebben, omdat die doodgaan. En Ultimate Rebellion? Neem ik eerlijk gezegd te twijfelen of dat ging gaat lukken. Ik heb er namelijk niet genoeg om hun subsidies te geven. Wacht. Wel genoeg. Nee. Ja, misschien ook wel. Florence. Moet er haalbaar zijn, niet? Serieus, ik heb dat mee aan het doen. Bavaria is ook... Ja, hier ligt Bavaria, hier heeft hij hem al zelf veroverd. Nu snap ik dat hij minder votes heeft gekregen. Magdeburg is niet geen nee, dat is... Zie, die hebben al de kiezers liggen hier. Waarom? Dat is veilig. Vandaar dat ze hier liggen. Ja, dan zeg je hier uit kiers liggen, kleine landjes. En de kans dat ze worden aangevallen is groot, want dat is echt op de grens. Zoals je ziet, oké. Op Brandenburg, nou ligt elke kiezer, al is stemmer echt gewoon redelijk veilig. Saxony ligt hier en hier. Oeh. Ik heb echt nog regelmatig vragen bij deze game. Want ook hoe heeft Bavaria dit gekregen? Die waren in oorlog met Frankrijk. Dan waren de bondgenoten. Ik snap er allemaal de ballen van. Wel, ja, we doen dus altijd de aggressive expansion, niet? Oh. Ik denk gewoon dat ik de cheat van de Aggressive Expansion ga gebruiken. Want anders is er echt niks te doen. Nee. Shit. Nee. Ik heb gewoon de verkeerde knop geduwd. Wel, dit is kut. Mijn bondgenoten zullen nog niet helpen omdat er
recent hongerig is geweest. Binnen 6 jaar was pas helpen, maar na 30 maanden, wil ze niet meer hebben omdat de oorlog aan 30 maanden bezig is. En dan krijg je een -1000 penalty. Ook in 19 september, ga ik eens kijken hoeveel het kost voor een hoofdstad over te nemen. Een coalitie. Oh, valt mee. Zou voor ik wel in geld vragen zo. 10 orange kopen. Wat is het eigenlijk al? Ik krijg mijn capital, die is niet gesieged. Dus ik ben veilig. Voor nu. Op. Eens even kijken. 19. Hoeveel mis ik nog? Best wel wat. Lengte fucker, peace offer. Je verliest alleen geld. Military strength. Oh ja, jij denkt dat je zomaar geklaim kunt maken op mij? Ja, dat dacht ik niet, hoor. Niet al deel doen, dat is goed. Bijna. Ook bijna. Ik ben bij ook bijna op punten neer. Nee, daar ging mijn voorsprong. Ik heb toch 3-1 nodig per siege, dus kan ik even goed opsplitsen, gaat sneller en even een extra leider bij aankopen. En dit was echt niet mijn bedoeling. Oké, vast. Ja, oké, daar moet ik vast. Vallen die nu weg? Oh shit. Ik denk niet dat ik dit ga overleven. Nee, ik kom nog 7k binnen, jongen. Hey, dat is dus alles verliezen. Wel, dit kan het einde van de serie al zijn, jongens. En meisjes. Dit is echt niet, ja.
Oké. Okay. Oh, die is kut. Wat? Wat? Dat is geweigerd? Vies geld, maar ik heb een motion nog wel genoeg voor een paar extra eenheden bij te recruteren. Dit gaat me zoveel. Dit gaat me wel heel veel. Wel, een serie van 3 afleveringen. Oh, ik kan gewoon niet winnen tegen Frankrijk. Wacht, wat? Serieus? Ik moet alleen maar betalen. Ik moet het even betalen. Hoe kan de schuld zitten, maar. Ik ben helemaal geen eiland in oorlog. En fuck jou, Frankrijk. In 16 krijg ik een loon. Maar ik heb hem eigenlijk weer bankrupt moeten maken, want dit winnen, dat kost hier. Om te kunnen winnen kost heel veel geld. Oh, ik heb wel de voordeel van de rivier, maar jullie hebben gewoon zoveel man. En dan was het 1 april, by the way. Oké, wat we nu gaan doen, kost heel veel geld. Beetje geld inzamelen voor 2 extra cavalerie te maken. Ik heb veel meer geld nodig. Ik ga het wel misschien te veel zijn. Zo. En nu is het wachten. Wat mis ik? Ik krijg mijn 900. Ik mis 1000. Ja. Iets meer dan 1500. Dan 1650. Ik heb 9666 man reserve. Laat je er bij komen. Ja, ik heb meer dan genoeg om in te verpletteren. En hier blijft staan met de extra verdeling van de rivier. Ik heb zoveel geld gepakt dat ik geen lonen meer kan betalen. Ik heb 9 lonen. Ja. Savoy kamer. Ik zal 8k gaan. Nu zit ze op 8k. Oké. Okay. Ik heb 9k gaan. Ik zit er fucking echt over. Knop, we hebben nog een lonen. Oh, ik kan waarschijnlijk niet uitkomen.
Ik kan er misschien uitkomen. Ik moet er wel uitkomen. Aha, ik ben natuurlijk volledig. Hoeveel verlies ik nu zelfs? Elf dukaten. Als je weet hoeveel ik net verdiende, ik verdiende net nog geen 1 dukaat. Allee, 0,95 dukaten verdiende ik. En dan hangen we, ja, gewoon weer vast. Dat hebben we wel met deze game, dat je wel vast blijft hangen als de maand overgaat. It's a pretty old game. Oh, nog één gerekruteerd. Wacht nog even, hè. 16k. Dat is meer dan hun hebben. Dat is 2k meer. Even wachten. En ik ga weer een nieuwe loon aanvaarden. Hoppakee. Zijn er tussen 6 lonen? 11. 11. Oh. De serie was leuk zolang het duurde. We hebben nog eens niet kunnen uitbreiden. Oh. De volgende keer moet ik even meer gaan. Ja, de volgende keer moet ik gewoon een land pakken. Of een ander tijdperk. Tijdperk, andere tijd gewoon. Maar we vast op elke maand dat overgaat, hè. Maar jongens en meisjes, hier ga ik een land voor vandaag. Het kan gewoon zijn dat de volgende aflevering eigenlijk de laatste is. Of het begin van, van het einde. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuk video? Bedankt zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie graag de volgende keer terug. Houdoe.